Zelfrijdende de Spuit, die is deze week voor het eerst in Nederland. Het is een spuit 100% Amazone. Wij lenen nog even wat delen bij een andere fabrikant van spuiten. Die kopen wij daarin en vanaf het onderstel aan heeft Amazone die machine nieuw opgebouwd. En hebben wij een hele Amazone machine ervan gemaakt. Het spuitgedeelte was van Amazone natuurlijk al gesneden koek. Dat komt allemaal van de UX af. De UX is natuurlijk de meest bekende spuit. Deze Pantera is een 4000 liter machine. In dit geval een 40 meter boomdop. 4-wiel besturing. Alleen als we te kopakken zijn. Als we spuiten zijn, staat het hier uit op 2-wiel besturing. Kun je natuurlijk overroeren als je dat niet zou willen. Maar je kunt je voorstellen als je in de rug rijdt en je wilt een kleine correctie uitvoeren, dat je niet direct de voor- en achterwielen gaat sturen, zodat ik de rug opkruip. De machine regelt dat zelf. Wat regelt de machine nog meer zelf? Ik geef een bepaalde snelheid in, bijvoorbeeld 8 km per uur met spuiten. Ik druk de handen naar voren. De machine kijkt hoeveel toeren heb ik nodig om iedere motoren te laten draaien. Zo min mogelijk, want we willen geen lawaai hebben, we willen brandstof besparen. De machine rijdt op de weg 40 km per uur bij 1700 toeren, ook weer brandstof besparen. Deze machine is in vergelijking tot de concurrentie ongeveer een ton lichter gewicht. Dat zit voor een groot gedeelte in de spuitboom en we proberen de machine zo licht mogelijk te maken, want je kunt er wel minder water in doen als het nat is, maar je kunt niet zeggen ik haal ergens een ton aan gewicht af. Want dan valt de machine natuurlijk op elkaar. Dus hoe lichter als de basismachine is, des te beter is het om ermee te werken voor de bodemdruk. De machine heeft spoorbreedtestelling automatisch. Ik geef aan dat ik een bepaalde spoorbreedte wil hebben van 1,50 tot 2,25. Ik druk de rijhendel weer naar voren. De machine gaat vanzelf rijden, brengt hem naar de vooraf ingestelde waarde en stopt dan met rijden. En van daaraf kun je zelf helpen. Dat zijn even een paar mogelijkheden. Ik denk dat we het even laten rijden en hopen dat ze elkaar niet raken en dat ze ook met dezelfde boom weer terugkomen. Natuurlijk dat hij zelf rijdt, de koppeling al met een kilometer of 12 uur rijdt. Die heeft ook die high-speed dopper erin zitten. Hier zit de high-speed dopper 02 in. Dat zijn dus hele fijne doppen. En toch zie je